21 maart volgend jaar zijn in ons land gemeenteraadsverkiezingen. In Woerden doen, voor zover nu bekend, negen partijen mee. Drie daarvan zijn lokale partijen. De komende tijd praten we met de lijsttrekkers van de partijen die meedoen. Vandaag is dat Simon Brouwer van ChristenUnie SGP. Simon Brouwer, lijsttrekker van de combinatie SGP en ChristenUnie. Uh, gefeliciteerd met uh, het lijsttrekkerschap. Zou jij je in één minuut of binnen één minuut echt neer kunnen zetten? Ja, dat, uh, dat kan. Eén uh, minuut is, uh, vind ik ook wel weer lang, maar uh, zo, uh, ik zal proberen om het heel beperkt te houden. Ja, Simon Brouwer, uh, ChristenUnie-SGP, uh, namens de combinatie uh, twee partijen die met één lijst uh, uitkomen. Uh, voor het eerst, dus uh, wel een uniek uh, moment uh, in de geschiedenis uh, van Woerden. Um, in dagelijks leven ben ik salesmanager bij een stroopwafelfabrikant in Bergambacht. En daar probeer ik onze producten uh, nou ja, zoveel mogelijk aan de grote retailers uh, van uh, nou ja, met name West-Europa uh, te verkopen. Uh, getrouwd met Marleen, uh, inmiddels al bijna twintig jaar. Um, we hebben vier kinderen, um, drie jongens waarvan de oudste 19 is. En, uh, en daarna nog een dochter, uh, de jongste, en uh, nou, die is negen uh, jaar oud. Um, nou ja, ik denk Je dat het dat wel is. Ja. Uniek in Woerden, uh, deze zeg maar, gezamenlijke lijst. Is het ook uh, uniek in Nederland? Nee, nee. Uh, andere plaatsen zijn ons uh, in dat opzicht al wel volgegaan. Uh, in sommige plaatsen is die samenwerking al, uh, al veel langer. In allerlei verschillende hoedanigheden, maar in Woerden werken we inmiddels al een aantal jaren samen binnen één fractie. Dat is eigenlijk in 2010 begonnen, toen we, nou ja, de coalitieonderhandelingen die liepen niet op de juiste manier en Daardoor zijn we uiteindelijk gezamenlijk één fractie gaan vormen en hebben we ook een wethouder kunnen leveren. In 2014 waren we nog wel met twee lijsten en hebben we na de verkiezingen weer de fractie in één geschoven. En nou, nu is het een mooi moment om uh, met één gezamenlijke lijst ook uit te komen. Wat zijn jouw uitgangspunten in jouw dagelijks uh, werk in de politiek? Nou, wij proberen uh, eerlijk te zijn. Uh, ook als een boodschap niet leuk is, uh, ja, om die uh, dan toch gewoon eerlijk uh, te vertellen. En uh, ja, ik denk dat dat voor ons wel het belangrijkste uitgangspunt is. Uh, en uiteindelijk handel je vanuit je overtuiging. Dat doen andere partijen ook. Nou, onze overtuiging uh, die baseren wij op de Bijbel. Uh, voor ons is dat in ieder geval uh, ja, het belangrijkste uh, uitgangspunt. Om van daaruit te handelen en dat proberen te vertalen naar uh, de moderne maatschappij. Wat is jouw drive in jouw politieke leven? Oh, dat is een hele mooie vraag. Ja, drive. Ja, ik, ik vind het mooi om een, een, een bijdrage te leveren vanuit je christelijke levensovertuiging. Uh, om niet aan de zijlaan te blijven staan, maar gewoon de schouders eronder te zetten en je verantwoordelijkheid te nemen. En uh, ja, dat tekent mij, dat tekent denk ik ook uh, mijn fractie. Wie is jouw grote voorbeeld als politicus? Mag ook landelijk zijn, mag ook gemeentelijk zijn. Een groot voorbeeld, ja dat, dat zijn er wel, wel meer. Uh, ik, ik vind het mooi als mensen een, een helder geluid laten horen en, en daarin duidelijk zijn of ze nu wel of niet uh, van, uh, ja, vanuit mijn achterban uh, zijn. Um, nou ja, ik ben uh, al jarenlang actief, uh, dus uiteindelijk is ook Cor van Tuil is, uh, is voor mij een voorbeeld hoe hij altijd uh, uh, ja, politiek bedreven heeft... Uh, gewoon in alle eerlijkheid, in, in alle rust zeg maar. En uh, nou ja, zijn eigen standpunten of, of de fractiestandpunten uh, verwoordend. Uh, dat is voor mij ook een, een voorbeeld. Maar dat is ook een, een balkenende die uh, in de tijd de, de hele ja, discussie rondom normen en waarden uh, geprobeerd heeft handen en voeten te geven. Ja, dat vind ik ook mooi. Uh, een Bolkenstein, wat je er ook van vindt. Uh, ja, dat zijn ook mensen die uh, in ieder geval uh, duidelijk maken waar ze voor staan. En uh, soms ook tegen de wind in. Uh, niet met alle winden meewaaiend, maar gewoon duidelijk zijn in waar je voor staat. En uh, dus ook soms waar je uh, tegen bent. Als er budgettair geen belemmeringen zouden zijn, wat zou je grootste prioriteit zijn om in woorden zaken te veranderen? Ik zou heel graag willen dat mensen omzien naar elkaar. En dat we met elkaar uh, ja, de schouders eronder zetten. En zorgen dat iedereen echt mee kan doen. Um, dan kun je denken aan uh, mantelzorgers, uh, vrijwilligers die uh, goed ondersteund worden. Um, wij merken dat uh, vrijwilligers vinden um, nou, soms een hele tour is, maar vrijwilligers houden, dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Want ja, je kan blijven zoeken, maar als je ze hebt, dan moet je ook zorgen dat die zoveel mogelijk ja, hun, hun fantastische werk kunnen doen voor de Woerdense samenleving. En dat zou wat mij betreft nog wel, uh, nog wel steviger neergezet mogen worden. Wat is jouw laagste prioriteit in het prioriteitenlijstje? Uh, de laagste prioriteit? Ja, ja, ja. Nou, laat ik dan zo zeggen. Op dit moment uh, hebben we een discussie gehad in de gemeenteraad... over de afschaffing van de hondenbelasting. En nou ja, er zijn partijen die vinden dat heel belangrijk. Uh, en wij hebben dan zoiets van... ja, jongens, maar laten we ons nou eerst richten op de echt belangrijke dingen. En nou ja, als dat dan... Uh, dat komt wat mij betreft wel op een, uh, op een lager, uh, lager plan, zeg maar. Simon Brouwer, hartelijk dank. Dankjewel. En uh, ja, ik hoop dat jullie er wat moois van maken. En uh, uiteraard hoop ik dat mensen allemaal op onze partij gaan stemmen. Dankjewel.